Zo, gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden? Dan heb ik een cadeautje voor je. Kijk eens. Oh, zo leuk. Even lekkere chap-chaps hier op de tafel. Oeh. Zo, dames en heren. Mijn tante, lieve tante Brigitte, heeft ons weer opgehaald. Is Silvano, Brigitte en Tyrell. Even zwaaien. Doei. Every day with the same stuff. Another day at the same day with some stuff. Een hele goede morgen, dames en heren. Welkom weer bij een nieuwe lifestyle vlog van Sharon. Hi, leuk dat jullie allemaal weer kijken. En vandaag ga ik weer een hele leuke vlog voor jullie maken. En ik ga natuurlijk iets heel leuks doen. Want anders vlog ik natuurlijk niet met jullie. Voor jullie. Het is zeg maar zo dat ik vandaag als eerst een verjaardag heb van mijn nichtje. Nivia, die is vandaag 3 jaar geworden. Alweer, tijd vliegt. Maar ja, ik lig dus nog in bed. Want het is nog ochtend. En ik ga zo lekker de douche in. Iets chapas zoeken. Lekker een broodje, denk ik. Of een, misschien een ja, rijstwafeltje gaat er eigenlijk ook wel in. Maar goed, zoals jullie kunnen zien ben ik net wakker. En ga ik zo rustig opstaan. Ik ga dus de douche in, wat te chappen, wat ik net zei. Vaak is dat zo in vlogs, dat ik dan in herhaling val. Oh, en dan ga ik richting Leeuwarden, want daar woont mijn zus. Oudste zus, daar ga ik dus straks heen. Om Navia een cadeautje te brengen, die heb ik al gehaald. Dus super, ik hoef daar ook niet meer voor naar de winkel. En daarna ga ik weer naar huis. Dan pikt als het goed is mijn tante me op. Om de honden even uit te laten. Dus zij gaat haar honden even uitlaten. En ik ga Chico even uitlaten. En dan in de avond ga ik naar Snake Week. Snake Week. Snake is dus een stadje in Friesland. En 1 keer per jaar is daar dus Snake Week. En dan is het muziek in de stad. DJ's komen er. Dus het wordt heel erg gezellig en ik ga jullie weer meenemen. Ik denk dat het wel wat chaotisch wordt met de drukte. Omdat er vandaag dus de opening is. Snake Week duurt 10 dagen. Dus vanavond is de opening en het is tot 10 augustus. Dus als jullie nog willen, zou ik zeggen, ga er even kijken. Want het is echt super gezellig. Ik zelf ga dus de eerste van de opening, dus vandaag, de eerste dag... En ik moet nog even kijken welke dag ik nog een keer ga. Maar dat zien jullie denk ik dan wel. Of misschien ook niet. Want misschien kan het ook zijn dat ik denk van... Nou, ik ga dan helemaal niet vloggen. Ik ga gewoon lekker genieten. Dat kan ook. Maar ik ga dus met mijn tante Brigitte. Daar ga ik altijd meestal mee heen. Naar een leuk feestje. En Chantal, die hebben jullie ook vaak gezien. Ook de laatste keer met Jorginho's verjaardag. Die gaat ook mee. En ik. En nou ja, mijn neefje ook. Tyrell. Dus het clubje is gewoon weer compleet. Zeg ik altijd. Dan ben ik zo meteen on my way. Dus blijf kijken. Zo, en dan ga ik even kijken wat ik ga chappen. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel zin om iets te chappen. Ik denk gewoon een bolletje. Een bolletje, een bolletje, een bolletje. Even kijken. Zo, dat klinkt niet goed. Ik denk een bolletje met boterhamworst. Denk ik wel. Nou, ik zal eens even chappen. Zo, dames en heren. Ik wil jullie even laten zien wat ik vandaag aan ga doen. Tenminste, naar de verjaardag van mijn nichtje. Het is gewoon een zwarte t-shirt, basic. Met een flarebroek. En met mijn Nike's. En een donkerblauwe vest. Want die passen hier dus bij. Ze zijn ook donkerblauw. Kan je niet zo goed zien op camera. Maar ze zijn eigenlijk donkerblauw met grijs. Dus dit ga ik zo meteen aandoen. Ja, en dit is het geworden. Het is toch wat anders geworden. Want ja, anders moet ik weer een aparte jas aan. En ik weet niet of het echt droog gaat blijven of niet. Ik heb deze Nike's gewoon wel aan. Die ik liet zien net. Maar toch even een ander truitje. Want ja, dat zit toch wat comfortabeler. En ik heb geen zin om eigenlijk een jas mee te nemen. Dus dit is het geworden. Ik ga nu eventjes mijn gezicht doen. En dan ben ik echt on our way.
Zo, ik ben onderweg naar de bus. Of tenminste, ik ben bijna bij de bushalte. En ik heb toch maar even een jasje aangedaan, want het is best wel winderig. En wisselvallig natuurlijk. Dus ik denk, voordat ik wel ziek word, doe dat maar niet. Ik dacht, een parapluutje kan wel mee, maar het waait te hard. Zo, ik ben in het bushokje. En ja, ik ga zo richting mijn zus. Want de Via is natuurlijk 3 jaar geworden vandaag. Dus dan moeten we even een bezoekje aan brengen. En ja, we gaan het allemaal zien. Gezellig lekker familieetentje. Dus de schoonmoeder van mijn zus, die heeft lekker Indisch gekookt. Dus ik ben benieuwd. Lekker eten, lekker chappen, zeg ik altijd. Dus ik heb een cadeautje al mee van de Intertoys. Nou, ze is helemaal gek van unicorns. Dus jullie weten het al. Roze en rainbows en noem maar op. Dus ik heb in die trend heb ik wel wat gekocht voor haar. En ik hoop dat ze het natuurlijk leuk vindt. Dat is altijd de vraag, hè? Zeg ik altijd. Dus ik ben onderweg. En ja, zometeen gezellig bij de verjaardag van de Via. Blijf kijken. Ik zit in de bus en ik rij nu net weg. Yes, let's go. Zo, dames en heren, ik ben uitgestapt en ondertussen ben ik alweer een stukje aan het wandelen. Want zoals jullie weten, als ik uit de bus stap in Leeuwarden, niet dan het station, maar dan bij de vliegbasis, dan moet ik altijd een klein stukje door Bilgaard heen wandelen. Dus dat doe ik. Zonnetje schijnt hier nog. Tenminste, in het dorp bij ons is het een beetje zielig. Maar hier schijnt het zonnetje wel lekker door, dus ik ben wel blij. Dus ik heb mijn jas weer uitgedaan. Het is zo raar weer. En ja, ik dacht van ik doe toch een jasje aan, maar net was het dus heel erg winderig. En nu is het ineens weer zonnig. Het is zo raar weer, wat ik nog een keer zeg. Dus on my way to my sister. Zo, gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden? 3. De Via is 3 alweer, hè? En dan heb ik een cadeautje voor je. Kijk eens. Oh, zo leuk. Eens even kijken wat erin zit, of niet? Ja, hè? Ik had al gehoord van mama wat je leuk vindt. Een unicorn, of niet? Oh, wat zit daarin? Dat is goed verpakt, hè? Voet omhoog. Ja, voetje omhoog. Even leunen. Oeh, wat zit daarin? Oh, wat nog. Oh, wat leuk! Hup, aan de kant. Eens kijken wat erin zit. Wat is dat nou? Unicorn! Nou, daar zijn we weer, hè, Alia? Gefeliciteerd met je zusje alweer. Dus we hebben unicorn boekje. Hier kan je tekenen, pop. Kijk eens. Kijk wat er allemaal in zit. Kijk. Echt waar? Is er nog één? Nee, deze zag ze de vorige keer niet boos zijn. Oh, wat leuk. Toevallig. Die is leuk. Nu heb je hem. Kijk kleuren. Die stiften. Dat is leuk. Kijk, dan kan je natekenen. Oh, dames en heren. Ik ben helemaal bezweet. Maar ik ben aangekomen zo te zien. En ja, ik ga lekker chillen. Even lekkere chap chaps hier op de tafel. Oeh. Deze, de mannetje eigenlijk. Mannetje. Weggelopen. Ja, maar aan de vrouw. Pa, zeg even hoi allemaal. Hoi allemaal. Dat is mijn vader, George. Yes, die zien jullie die ook een keer in de vlog. En dat is mijn schoonbroer. Hoi iedereen. Hallo. Ja. En hier hebben we echt vette leuke cupcakes van unicorn. Vet leuk. En hier hebben we Silvano. Kijk dames en heren, dit is een aanvuller voor het gezin, want het is Kenji. Ja, en Kenji komt uit een asiel. Dus die hebben we, of tenminste mijn zus heeft haar gered. Want haar moeder is overleden, of zijn moeder, het is een jongetje, Kenji. Zijn moeder is overleden en ja, er was nog een leuk nestje van. En ja, mijn zus dacht, deze gaan wij een nieuwe gezin geven. Dus dit is de gezinslid, Kenji.
Zo, dames en heren, ik ben nu eventjes boven, want Alia, mijn lieve nichtje, wil haar nieuwe slaapkamer laten zien. En ik heb even een kroephoekje mee. Tada! Oh, wat leuk! Vet hoog ook, joh! Ja, het is 2 personen. Oh, lekker, man! Wat gezellig! En heb je hier zo'n hoekje? Ja. Heel leuk, al je medailles. Wil je ook even vertellen waarom jij deze medailles allemaal hebt gewonnen? Ja. Vertel. Deze was mijn allereerste medaille. Vertel even wat je doet. Dat is wel handig. Turnen? Oké. Okay. 7 jaar. Yes. En toen ik mijn eerste wedstrijd had, had ik deze gewonnen. Ja. En ik heb deze. De eerste heb ik in 2018 gewonnen. Yes. Ik heb nog 2 plaatsen. Die was in 2019. Ja, wauw. En deze was een snake. Dus ook in 2019 was ik Fris kampioenschap. Zo, goed man. En de 3e plaats was ook in 2019. Yes. En deze heeft... want we hebben soms met turnen hebben een kersttoernooi. Ja. En dan hebben wij gewoon daar een wedstrijd. En dan hebben we hier gewoon een medaille. Dus iedereen krijgt gewoon een medaille. Oh ja, zo algemene zeg maar. En dit is dus een kersttoernooi bij OBQ. Yes. 2020. Wauw, die is mooi. Eerste geworden. Yes. Turn on Tour. Ja. Die staat ook welke level ik heb. Wauw. Dat was in 2021. Vet leuk. En deze medaille heb ik gekregen omdat ik suikerziekte heb. Yes. En die heb ik gekregen omdat ik goed met mijn enzymen kon werken. Super. Deze heb ik met zwemmen gekregen. Ja. 3e plaats. Ik heb deze met school gewonnen. Eerste. Met je bent een winnaar, score een boek. Want we hadden een boek. We schrijven wie het meeste in de klas wie het meeste boeken leest. Oké. Okay. Ja. Deze had ik van Opkikker. Dat is een website waar alle kinderen met een ziekte, die kunnen daar naartoe en die kunnen dan allemaal leuke dingen doen. Oké. Okay. En toen heb ik deze ook gekregen. Vet leuk. Deze heb ik van mama gekregen. Wauw. Omdat ik zo goed de beste in de turn. Super, en die bovenste dan? Deze heb ik ook cool gekregen van de buiten toen ik zo'n diploma's allemaal had. Ja. En deze heb ik gewonnen in Snake toen ik met de Fris kampioenschappen. Wauw, goed man, je hebt echt veel. Ja. Oh ja, en ik zou zeggen, dames en heren, Ali heeft een zwarte vlek in haar nek. Maar dat is een tatoeage, die plaktatoeage en die krijgt ze er niet meer af. Dus niet dat jullie denken van, gadverdamme, wat voor vieze plek heeft ze daar nou? Ik denk, ik zeg het maar even, maar super gezellig. Van oma. Oh, wat leuk. Met de oma zijn opzet. Wauw, heel mooi. Zit een echte in, hè? Ja. Vet mooi, man. Vet gezellig. Oh, hier heb je van die ledlampjes. Heel gezellig, wauw. Vet leuk, disco. Ja, vet leuk. Je kan gewoon disco in je eigen kamer nu. En dus je kan ook lekker tv kijken en zo? Heerlijk. Oh ja. Allemaal... Oh, leuk man. Nou, top. Hele leuke kamer heb jij, Alia. Dankjewel dat wij even allemaal mochten kijken trouwens. Want ja, ik ben natuurlijk niet alleen, hè. Nou, dan gaan we weer naar beneden, denk ik. Of niet? Yes, let's go. Jarig, hoera, hoera, dat kunnen we wel zien, dat is zij. Wij vinden het alles zo prettig, ja ja, en daarom zingen wij blij. Zij leven lang, hoera, hoera, zij leven lang, hoera, hoera, zij leven lang, hoera, hoera. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip de piep, hoera! Hip de piep, hè? Hoera! Heel hard! Arre! Dat ook jouw buren kunnen horen daarbij. Hip de piep, hip de piep. Yeah.
doorgaan. Een vuurtje. Ja! Ga maar blazen. Ja! Er is er nog eentje. Ja! Zo, dames en heren, we hebben net lekker gezongen. En kijk hoe schattig. Ja, mijn camera focust niet zo goed. Maar kijk, dit is... Oh! Dit zijn dus allemaal fotootjes van de Via. Super schattig. Kijk eens even. Lekker. Dus, ik ga lekker chappen. Zo, dames en heren, we gaan even proosten op Nivea. En we gaan aan de... Aan de gig. Aan de gig. Lekker de gig. Proost op Nivea. Ik zou Alia zeggen. Nivea. Op de gig, jongens. Let's go. Berry Beat. 5% vol. Nou, ik kan jullie net zo goed vragen om mij te sponsoren. Want gig, here we go. Proost. Is hij wel lekker? Is hij nu wel goed? Dat... 24. Oh, oh, proost. Oh, lekker. Wij doen ook een keer een drankje, hoor. Niet lekker. Niet lekker. Niet gaan beginnen. Geen dit is, gig. Dit is een echte kick. Dit is gewoon waterig. Het is een beetje een spa-water, maar met alcohol. Oh, dames en heren, we gaan lekker chappen. En dat is... Lekker Indisch eten. Nou, ik weet niet heel goed meer hoe het heet. Smoor zit erin, dat weet ik. Dat groente weet ik even niet. Urak arik, ja. Met kip. Gebakken kip. Gebakken kip, ja. En kroepoek. Lekker chappen. Zo, dames en heren. Mijn tante, lieve tante Brigitte, heeft ons weer opgehaald. Is Silvano, Brigitte en Tyrell. Even zwaaien. Doei. Super gezellige verjaardag gehad. En nu gaan we natuurlijk verder. En daar bedoel ik dus mee. We gaan vanavond naar Snake. Weet wat ik al heb gezegd vanmorgen. Eerst gaan we even naar huis. Gaan we de hondjes uitlaten. Eten geven. En dan gaan we met die banaan. Dus blijf kijken. Zo, en nu ineens sta ik in de klerenkast, alweer. Ik zal jullie even laten zien wat nou mijn outfitje 2 van de dag is. En dat is geworden een body. En dat is geworden een body van Calvin Klein. En dan heb ik eigenlijk een zware, een beetje een baggy-achtig broekje aan. Met open knieën. Dan heb ik dit keer mijn andere Air Force's aan, zwart-wit. Zo. Dus ik ben er klaar voor. Ik ga zo meteen naar mijn tante. En dan... we are gonna party. Zo, dames en heren. We zijn aangekomen in Snake. Zoals jullie kunnen zien is het heel erg druk. En tante loopt daar. Kijk, het is echt super druk. Overal. Wel heel gezellig. We gaan nu Hiltje en Chantal gaan we dus ophalen. Ja, Snuffeland. On our way. Kijk, dames en heren. Een mooie zweef, want er is ook kermis. By the way. Heel geweldig allemaal. Kijk, ik ben nu aan het lopen. Gewoon safe lopen, hè? Ja, echt hè. Heerlijk, geen auto's. Zo, dames en heren, jullie kunnen niet heel erg goed alles zien. Maar we hebben Chantal een Hiltje opgehaald. Ja. Dit is Hiltje. En we hebben Chantal weer in de vlog. En Brigitte, die hebben jullie net al gezien. We zijn nu met 4 chickies, 4 meiden. En ja, zo gaan we het ook houden, hè. Dus we gaan een leuke avond van maken. DJ Freddy Moreira, ik hoop dat je vanavond wel komt opdagen. Want ik neem jullie mee, blijf vooral kijken. Want dan kunnen jullie een beetje kijken hoe Snake Week eigenlijk eruit ziet. Yes, let's go!
Oh, dit moest ik. Oh, die paarden. Zie, ik ben afgeleid. Dit hebben wij dus niet in Friesland. Sorry hoor. Oh, dit vind ik. Zie je? Dan vind ik die zweefval niet meer interessant, dames en heren. Politie ter paard hebben we dus niet in Leeuwarden, Friesland. Tenminste, grote eventen wel. Maar kleine eventen helemaal niet. Ik laat nu weer naar beneden. Wauw. Kijk eens even. Daar zou ik never nooit in durven. Want ik heb hoogtevrees. Maar ik vind het... Wat? Schat, ik film alleen de zweef. Maar ik wil jou ook wel filmen hoor. Moet wij een mooi dansje doen voor me. Hey. Zo, dames en heren, we zijn nu op de kermis in Sneek. En dit is dus één keer per jaar. Super gezellig. Of niet, Sjaan? Eén keer per jaar. Let's go. Zo, weer politie te paard. Geweldig. Kijk, ze gaan. Oh, er is wat.